Wij staan hier in de technische ruimte van het nieuwe stadhuis in Almelo. En dit is de technische ruimte die is gerealiseerd zeg maar binnen de parkeerlaag. In de eerste instantie was die bedoeld om die op het dak te plaatsen. Maar in een vrij laat stadium hebben we gekozen van hier is ruimte over. En qua service en onderhoud is het beter om dat op de tweede verdieping te doen dan op de 19e of 20e verdieping. En wat gebeurt hier allemaal? Hier zit de hele technische installatie. Dat gaat van noodstroomaggregaten tot luchtbehandeling, koeling, de aanvoer van de WKO-ruimte. Wat is dat WKO-ruimte? Ja, de WKO-ruimte die zit op de begane grond. Daar zit de warmte-koude opslag. Daar komt de voorverwarmde warmte uit de bodem. Die komt daar binnen en die wordt verder opgewarmd dan wel afgekoeld om gebruikt te worden voor de verwarming of koeling van het stadhuis. Ja, want centrale verwarming is hier niet, hè? Nee, we hebben er bewust voor gekozen om zo min mogelijk fossiele brandstoffen te gebruiken. Want het heeft allemaal te maken met het BREEAM-certificaat. Ja, correct. Dit stadhuis heeft een BREEAM Excellent score. En dat is de ene hoogste score die je kunt halen in zo'n proces. En daar zijn we eigenlijk wel heel trots op. Ja. Nou ja, behalve die CO2-uitstoot. Als je het nou vergelijkt met het oude stadhuis, hoe is het dan wat duurzaamheid betreft en wat klimaatbeheersing betreft? Nou, als je kijkt naar het oude stadhuis, dat is een betonnen kaskel met een aluminium vliesgevel eromheen, waar nog een enkel laags glasruit in zit. 'S Winters is het moeilijk warm te krijgen, gaat er heel veel warmte doorheen en 's zomers is het niet te koelen. Er zit ook verder geen airco in op een bepaald aantal ruimtes zoals de serverruimte na. En hier hebben wij eigenlijk alle ruimtes geklimatologiseerd. Dus de nodige warmte, CQ-code, kan per vertrek geregeld worden en is ook aanwezig. Heb ik ook gehoord dat je nou hier nog ramen open kunt zetten? Ja, er kunnen ramen open. Dat is eigenlijk meer voor het sick building syndrome. Zodat als mensen denken van ja, ik voel me niet zo heel lekker, ik kan toch nog even iets loszetten. Ja, want wat is dat, het sick building syndrome? Nou, dat mensen bang zijn dat ze de hele dag opgesloten zitten in een ruimte. Ja. En niet naar de buitenlucht kunnen. Nee. Want ja, door die ruiten kunnen ze natuurlijk niet, hè? Nee, ze kunnen alleen op een kiepstand. En dat is afdoende. Ja. Nou, de warmte- en koude voorziening gebeurt hier. Wat nog meer? De hele luchtbehandeling. Kijk, er is voor gekozen om te verwarmen in de basis met een betonkernactivering. Dus het beton wordt opgewarmd. En de enkele graden plus en min boven de basis gebeurt via lucht. En die lucht die wordt hier verwarmd dan wel gekoeld.